Nou, die is heel kort. We zitten in onze Engelse week, hè, zoals ze dat in de voetbaltermen zeggen. Zaterdag natuurlijk gespeeld. En nu al een hele korte voorbereiding op de bekerwedstrijd van dinsdag tegen Emmen. Dus zondag was vooral herstellen, nabespreken nog van de wedstrijd van zaterdag. En vanaf vandaag voorbespreken op Emmen en weer nog één training te gaan. Arjen is bekend, Alessio is er nog niet bij, Mohan Koeri is nog geschorst. En Gabriel is er niet bij. En daarnaast hebben we nog een aantal jongens die twijfelachtig zijn richting morgen. Bij sommigen zullen we morgen de knoop doorhakken en bij sommigen zal misschien vandaag na de training al meer duidelijk zijn. Ahmed is vandaag niet op de training vanwege droevige privéomstandigheden. Thomas Suslov en Damiel gaan hopelijk vandaag weer meetrainen. En dan moeten we kijken hoe zij op die training gereageerd hebben. Emme is gewoon een goed voetballende ploeg. We hebben nog steeds een hele hoop jongens die er de afgelopen jaren ook hebben gezeten. Nou, ik denk dat wij heel weinig geheimen voor elkaar hebben. Beide clubs hebben over en weer heel veel bekenden. We hebben ook de afgelopen jaren, naast dat we voor de competitie tegen elkaar gespeeld hebben, ook heel vaak tegen elkaar geoefend in voorbereidingen of in interlandperiodes. Dus ik denk dat er weinig geheimen voor elkaar zijn en dat de ploegen normaal gesproken gewaagd aan elkaar zullen zijn. Maar wij zullen er alles aan gaan doen om ronde verder te komen in de beker. In principe speel je met bekertoernooi mee om te winnen. Dat moet je visie zijn, dat moet je wil zijn. En dan heb je soms, hoe moet ik dat goed zeggen, misschien wat geluk nodig met de loting. Alhoewel, iedereen kan die beker winnen. Maar je moet allereerst de volle overtuiging hebben dat je het kan. En dan moet je het op de momenten dat je moet voetballen. Nou, dat is morgenavond voor ons uit bij Emmen. Moet je het laten zien. En in de beker gelden geen excuses. Want als je je dag niet hebt, ga je er over het algemeen uit. Heb je een mooie bekerherinneringen? Zeker, want ik heb hem in Nederland gewonnen en ik heb hem in Schotland gewonnen als speler. Dus ik hoop hem ook ooit een keer als trainer te gaan winnen.